Hoe voelt het om in een dorp te wonen alleen voor mensen met een handicap? Om dat te ervaren besluit ik er 3 dagen te logeren. Dit is het dorp, het beroemde dorp. Maar wat me altijd heb afgevraagd is waarom ze het dorp voor gehandicapte Nederlanders gebouwd hebben op ongeveer het heuvelachtigste stukje van ons land. Ik ben hier ooit met mijn vader geweest toen ik een jaar of 12 was, denk ik. En die wilde mij wel even een keer het dorp van Mies Bouwman laten zien. En ik denk dat ik als 12-jarige al besefte, wat raar, waarom zouden ze een dorp maken voor mensen met een handicap? Waarom zou je die apart zetten?